En hij zei ook echt, ja, als het erger wordt, dan moet je echt de deur uitgaan. Ja, ik weet niet, daar krijg ik echt meteen een soort van paniek van. Wij dachten, wij gaan een keer gezellig naar de McDonald's. Lekker! Deze week is het tijd voor deel 2 en ik dacht, laat ik even beginnen met de slaapkamer. Is het een vraag? Wordt het die of die? En ik zei tegen Ed, blijf jij dan maar hier. Het is ook lullig, hè? Nou, ik ben onze spullen aan het pakken. En nu, weet je, het stinkt hier beneden overal naar gas. En nu voelt het dus ook gewoon niet goed om nu hier te slapen. Ja, ik denk dat ik deze vanavond ga maken. We hebben vanavond date night. Ik denk dat jij zo heel veel haar hebt. Ben je net zo'n gansje? Maar good morning, of nee, eigenlijk goedemiddag, het is 2:30. Je kijkt weer naar een nieuwe weekvlog. We zitten hier een beetje te jengelen, want die wil uit de stoel. Maar goed, leuk dat je weer meekijkt. We hebben nog een paar dagen vakantie, dus ik dacht, ik neem jullie nog even lekker een paar dagen mee. We zijn inmiddels in Breda, want wij gaan straks lekker even naar een stadsstrandje. Maar we gaan eerst eventjes gezellig naar een tegelboer, omdat we gaan kijken voor tegeltjes voor de keuken. En wij zijn hier al wel eens eerder geweest, heb ik toen toevallig ook gevlogd. Maar uiteindelijk toen geen keuze gemaakt, omdat we toch eerst ja, alles helemaal klaar wilden hebben betreft de keuken. Nou, dat is nu natuurlijk gebeurd, dus we gaan even kijken of we tegeltjes kunnen vinden die ja, alles een beetje op kunnen leuken. En wat ja, meer sfeer zeg maar kunnen brengen. Maar ik denk dat dat wel goed komt, want vorige keer was super leuk hier. Ik zeg eerlijk, dit is toch echt fantastisch. Echt niet te doen, hoe mooi. Hier is een hele hal met weet ik veel hoeveel tegeltjes. En ze hebben ook allemaal dat allemaal zeg maar liggen en hangen. Dus dan kan je alles heel mooi zien. Echt vet hier. En dan is het de vraag. Wordt het die of die? Moeilijk. Wat denken jullie? Links of rechts? En van de tegeltjes zijn we doorgegaan naar een heel leuk strandje waarvan ik dacht het gaat hier super druk zijn, maar dat valt wel mee. Gelukkig. Ik drink dus nooit bier, behalve als het warm is en ik op een strandje zit. Heel stom. Maar goed, dan vind ik het wel lekker en dan proost ik even samen met Ed. Wij dachten wij gaan een keer gezellig naar de McDonald's. Lekker! Wij hebben frietjes, veggie macroquettes, Big Mac. Colaatje samen delen. Goedemorgen, het is vandaag. Ik ben helemaal die dagen kwijt omdat ik vakantie heb. Donderdag is het trouwens vandaag. Ik ben even onze deuren aan het openen om te gaan sporten. Het heeft mij net overgehaald. Ik ben echt totaal geen vakantiesporter. Als ik gewoon lekker in mijn ritme zit van werk, et cetera, dan ja, kost het me, laten we zeggen, 8 van de 10 keer geen moeite. Maar als ik vakantie heb, dan wel. En je zou natuurlijk kunnen zeggen, dan doe je toch niks. Dat heb ik dus ook gedaan, het grootste deel. Maar nu ga ik toch even lekker trainen. Dus, even 20 minuutjes. En dan ga ik me klaarmaken voor een leuke dag. Want wij gaan gezellig zwemmen met mijn familie. En dat zijn er nogal wat. Dus dat wordt leuk. Is ze weer, de mevrouw met de pet. Oh, ik heb gisteren nog even de dokter gebeld. En middels een foto even laten zien hoe het ervoor staat. En zij zei dus dat ik zeker nog wel 3 weken mag blijven smeren met die antibiotica crème. Maar ik denk dat als het echt niet veel beter wordt, dat ik toch even terug ga volgende week. Want het is veel beter dan eerst, maar nog niet goed genoeg, vind ik. Dus, in ieder geval, ik heb even lekker gedoucht, mezelf omgekleed. Ik heb een leuk glittertopje aan. Die heb ik bij Lovies besteld een tijdje geleden. Spijkerbroekje al super oud. Zometeen nog even schoenen. En dan natuurlijk weer die bed. En onder het mom van jullie hebben deel 1 van de house tour vorige week gezien. Als je hem nog niet hebt gezien, dan ja, kun je die nog even kijken. Dus deze week is het tijd voor deel 2. En ik dacht, laat ik even beginnen met de slaapkamer. Want die heb ik volgens mij nog niet echt laten zien vorige week. Je kan dus vanuit 2 kanten binnen. Dit is de overloop. Dat is de badkamer. Dan heb je hier openslaande deur. En daar staat Ed in de tuin. En we hebben hele mooie gordijnen, al zeg ik het zelf. Wacht, ik ga ze even aan de andere kant laten zien. Meer licht. Ja, deze gordijnen die hebben wij bij Veneta besteld. Ik zal de kleur ook eventjes op gaan zoeken, want dat weet ik niet uit mijn hoofd. Hier hebben we dus de muur geverfd. Ik laat overal wel even in beeld komen welke kleuren het zijn, want dat weet ik dus nu even niet. Maar waarschijnlijk willen jullie dat weten.
Dan hebben we hier een gezellig plantenhoekje gemaakt met eigenlijk alle dingen die we al hadden. We hebben alleen één plantje nieuw gekocht, maar dit hadden we al. Dan, deze vloer hebben jullie al heel vaak gezien, die hebben we natuurlijk in het begin laten leggen. Ik ga gewoon even voorbij laten komen waar die van is. Ons bed, die hebben we gewoon lekker meegenomen. Hier moet ik nog een leuk lampje voor vinden, want deze vind ik niet mooi. Hier komen nog zwarte jaloezieën, maar die zijn nog niet binnen. Deze spiegel, dat is de spiegel die bij ons in de gang stond in het oude huis. En wij dachten, ja, het is echt superleuk om die hier neer te zetten. Oh ja, deze hadden we van de week even aangedaan, 's avonds. Dan hebben we hier een hele grote kast staan voor Ed en mij. En deze hebben we bij IKEA gekocht. Ik ben er dus echt super blij mee. Ik voel me, ja, gewoon helemaal chill, zeg maar, hier. Het enige wat we nog moeten doen is de lamp. Want die hebben we nog niet gekocht of uitgezocht. En ik wil, zeg maar, in het hoekje hier bij de plantjes wil ik wat leuke dingen op de muur gaan hangen. Hier dus. En ik denk dat dat van die of leuke rieten manden of van die rieten, ja, waaiers, zeg maar. Daar moet ik nog even wat leuks voor verzinnen. Dan is het eigenlijk wel grotendeels af. Behalve dat hier dan nog even een soort van bankje of zo moet komen. Nou, we zijn er, hoor. We zijn er. Bij het zwembad, hè, jongens. 30.000 tassen mee, met allemaal spullen. Maar goed, je moet er iets voor over hebben. Hoppatee. Oh. Oh. Wij zijn thuis. Dat was echt heel erg leuk. Echt gewoon, ja, vakantie in eigen land gevoel. Ja, helemaal blij mee dat we lekker naar het zwembad konden gaan. Nu zijn we thuis. Alleen, ja, wij hebben dus een hele rare geur in onze wc hangen en in de gang. En het ruikt naar gas. Dus dat is een beetje balen. We hebben nu een paar kranen dicht moeten draaien en zijn aan het wachten op... ja, wat was het? Enexis volgens mij, die dus komen kijken of dat wij, ja, of dat het dus daadwerkelijk een gaslek zit. Maar ik vind het dus echt heel eng of zo, want ja, ik weet niet. We mogen nu ook niks aanzetten, niks gebruiken, niet koken of wat dan ook. En hij zei ook echt, ja, als het erger wordt, dan moet je echt de deur uitgaan. Ja, ik weet niet, daar krijg ik echt meteen een soort van paniek van. Maar goed, ik ben nu even buiten om mijn neus te verfrissen, zeg maar. En dan ga ik zo meteen binnen nog een keer ruiken. En ik had de meiden heel even op bed gelegd. Ramos is weer eens een keer lekker logeren bij zijn tante en bij zijn oom. Dan ga ik binnen even ruiken. En als het nog steeds zo erg is, dan ga ik toch, ja, dan wil ik toch liever weg. En dan neem ik de meiden mee, want ik voel me toch niet zo chill. Ja, en ik zei tegen Ed, blijf jij dan maar hier. Zo lullig, hè? Het was dus meer omdat iemand natuurlijk hier moet blijven. Ja, precies. Voor die man die komt. Ik verontschuldig me even voordat jullie denken van, oeh, er gaat iets niet goed daar. Wel meteen een leuk moment om de wc te laten zien. Oh, die tegeltjes die lijken wel zwart nu, maar ze zijn blauw. Met dit allerleukste vloertje ever. Ja, ik vind dit echt heel erg leuk. Wc-bril die was kapot, dus die moeten ze nog opnieuw komen monteren. Nieuwe. Hier hebben we al wat leuke dingetjes neergezet. Ook hier heb ik nog een lamp voor nodig. En hier gaan we nog een spiegeltje hangen, et cetera. Maar het kraantje zit er dus al wel. Nou, ik ben onze spullen aan het pakken, want er zit dus inderdaad een flinke gaslek in ons huis. Echt, ja, ik weet niet. Ik vind het zo kut. Echt net alles af. Ons zo lang aangewerkt en nu... Ik weet niet, dit is gewoon de eerste week in ons huis waarin we... Ja, aan het wennen zijn voor onszelf en met de kindjes om, ja, een thuis te maken. En nu, weet je, het stinkt hier beneden overal naar gas. Die man die dus kwam van Enexis of zoiets. Die meten inderdaad met dat machientje ook echt, ja, op meerdere plekken gaslekkages. Of gasmeting, zeg maar. Ja, sorry, ik kom even niet uit mijn woorden, maar ik ben er zo van over de zeik. En waarschijnlijk, of eigenlijk vrijwel zeker, zit het euvel, zeg maar, zit in de keuken. Ja, daar is alles verlegd qua gasleidingen, omdat er eerst een, ja, andere keuken stond natuurlijk. En we hebben een eiland laten maken en zoals hij dus meten, ja, komt dus voornamelijk daar de lekkage vandaan. En betekent dat ze dus met het ombouwen van, ja, met, eigenlijk met het aanleggen van onze leidingen...
een fout hebben gemaakt. Waardoor nu dus er een lekkage zit. En nu voelt het dus ook gewoon niet goed om nu hier te slapen. Terwijl alles is nu afgesloten. We hebben geen warm water meer. Al het gas is afgesloten. Voor de veiligheid natuurlijk. Maar goed, ja, de Ramos was al logeren. Ik heb net de meiden naar mijn ouders gebracht. En ik weet ook niet wat Ed doet. Want die is allemaal aan bellen met natuurlijk al die aannemers en zo. Maar ik ga nu mijn spullen pakken. Ik moet echt even weg. Zo. Nou, dan sta je dan met je spullen bij je ouders. Ik heb mijn tassen ingepakt. Was meegenomen. Ik ga lekker even een nachtje bij mijn ouders logeren. En eten. Het is... 8:30 en ik heb nog niet gegeten, want dat kon natuurlijk niet. Dus dat ga ik eerst even doen. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik heb even een dagje overgeslagen. Want na het ontdekken van het gaslek was ik heel eventjes lekker naar mijn ouders gegaan. En ik ben gisteren onder andere daar geweest met de kindjes. Omdat er gewoon heel veel geregeld moest worden, et cetera. Het is nu dus zaterdagochtend. 7:15. Wij zijn allebei wakker. De kindjes zijn weer logeren. En zometeen komt degene die gaat kijken naar het gaslek. Wat een opluchting. We zijn inmiddels een aantal uurtjes verder. En ik ben helemaal blij en helemaal opgelucht. Want uiteindelijk bleek het dus zo te zijn dat er een hele flinke gaslek zat in het keukengedeelte. Waardoor het hele benedenstuk van keuken, bijkeuken, kantoor, wc, dat daar dus overal naar gas stonk. Ik weet helemaal niet of ik dat nou helemaal precies heb verteld. Maar in ieder geval, daar stonk het naar gas en daar meette het apparaat ook overal gas, lucht, zeg maar. Maar waarschijnlijk zat er lekkage dus in de keuken. Nou, uiteindelijk vanochtend kwam degene die dus daar een oplossing voor moest gaan verzinnen. En hij kwam erachter dat er beneden twee gasleidingen lopen. Eén van de keuken en één van de woonkamer. Waar bijvoorbeeld ook de gashaard op aan is gesloten. En nu is het dus zo dat degene van de keuken is afgesloten. Omdat wij die natuurlijk niet nodig hebben. Want we hebben een elektrische kookplaat. Dus we hebben ook geen gas nodig in de keuken. En ja, de rest eigenlijk ook niet. Behalve die... open haard. Maar dus in ieder geval, dat gedeelte is nu afgesloten. Waardoor er ook geen gas meer kan ontsnappen. Omdat er geen gas meer doorkomt. Dus uiteindelijk is het dus vrij simpel. Hij is een paar uurtjes mee bezig geweest. Is het dus opgelost. Lekker van genieten. Ik had natuurlijk een slaapkamer-update gedaan. Even kijken, lichaam. In het begin van deze vlog. Maar inmiddels hebben we dus vanochtend twee lampjes op laten hangen. Die echt heel leuk zijn, hè? Kijk. En dan krijg je, als het dan donker is, krijg je echt zo'n mooie... lichtinval op je muur. Deze kant ook, alleen er zit dus nog geen lampje in. Leuk hè? Ik ben er helemaal blij mee. Wat misschien even goed om te weten is voor je, is dat niks van dit alles gesponsord is. Dus dat ik gewoon alles erbij vermeld omdat het leuk is en omdat ik denk dat jullie dat leuk vinden. Nou, laten we dan meteen maar even een badkamertour doen. Want dit is het fijnste plekje van het huis, vind ik zelf. Onze badkamer. We hebben bewust gekozen, want ik kreeg die vraag een aantal keer. We hebben bewust gekozen voor twee douches in plaats van een bad. Omdat wij denken dat we minder gebruik zouden maken van het bad. En wij het heel fijn vinden om samen tegelijk te douchen. En dan ieder aan één kant met de kindjes. We hebben hier dus deze bank laten maken. Zodat we daar lekker op kunnen zitten en de kindjes op kunnen zitten. En dan hier twee van die nisjes waar je dan... ja, je producten zeg maar in kan zetten die je gebruikt. Ik dacht eerst moet ik dan nog leuke bakjes doen. Zodat niet allemaal die verpakkingen er zeg maar zo staan. Maar aan de andere kant, ja, je moet er gewoon in leven. En ik vind dat gewoon toch misschien niet helemaal praktisch. Maar goed, hier komt er nog een zwarte radiator. Maar de hele badkamer moet nog geschilderd worden. Dus dat doen we op het... Die radiator komt dan zeg maar later. Dit is de wc. Die hebben we natuurlijk uiteindelijk nog helemaal om laten bouwen. Want dit was een ander tegeltje wat we niet mooi vonden. En nu is het veel meer één mooi geheel. En straks als het geschilderd wordt dan denk ik dat het echt helemaal af is. Maar goed, dit is dus de wc. Ja, het is niet zo heel spannend. Hier wil ik nog even een leuke voor vinden. Een leuke wasmand. Maar dat is me nog niet gelukt. Verder de vloer en... gewoon me en mijn spiegeltje en de kranen en dan dit dingetje. Die
4 lades heeft met spulletjes van ons. En ik moet echt eerlijk zeggen, ik weet niet echt hoe dit allemaal heet, zeg maar. Ik weet niet waar de tegeltjes, hoe dat precies allemaal heet, welke naam het allemaal hebben. Maar we hebben deze badkamer in ieder geval gekocht bij Brugman Keukens in Tilburg. Dus ja, misschien kan je daar wat mee als je denkt. Want ik zag dus wat DM's voorbij komen. Oh, hoe heten de tegeltjes en hoe heet dit? Maar ik heb echt geen idee. Maar gekocht bij Brugman dus. En zij hebben dit helemaal voor ons en met ons samengesteld. Tijd dat ik weer eens boodschappen ga doen. Want we hebben de afgelopen dagen echt bij mijn ouders gegeten. 2 keer. Nou, van alles gedaan. In ieder geval, nu ga ik in ons boek bladeren. Vanmiddag hebben wij een kinderverjaardag. Vanavond eet ik alleen met de kindjes, denk ik. Want Ed gaat naar Ajax. Leuk. En morgen gaan we lekker zwemmen. En dan komen mijn schoonouders. Die komen een paar dagen hier logeren. Want dan is onze vakantie afgelopen. En dan komen zij ook op de kindje passen. Dus dat is echt heel chill. Maar daarvoor moet ik natuurlijk wel heel wat boodschappen in huis halen. Dus ik dacht, ik ga de helft doen van zeg maar wat ik normaal gesproken standaard maak op werkdagen. Dus bijvoorbeeld gewoon rijst met roerbakgroenten en vegavlees of eventueel kip. En ik ga ook een paar andere lekkere dingetjes uit het boek kiezen. Maar dan moet ik even kijken wat ik daar allemaal, welke ik ga pakken en wat ik nodig heb. Goed verhaal dit. Ja, ik denk dat ik deze vanavond ga maken. Op het plaatje ziet hij er niet eens helemaal geweldig uit. Maar dit is echt, onze kinderen vinden toevallig broccoli en boerenkool heel lekker. Dus ik denk dat ik gewoon dit voor vanavond ga maken. Dit is trouwens ons boek, hè. Slanke receptenboek. En het nieuwe boek komt er als deze vlog online komt. Oh, misschien is hij er trouwens dan al. Nou, check het even in de beschrijving. Ik heb het even globaal opgeschreven. Vanavond dus die pasta, broccoli, boerenkool. Morgen eten we wraps en dan gewoon met warme en koude groenten. Met allemaal lekkere dingetjes zeg maar erin. Maandag eten we simpel rijst met wokgroenten en vlees. Dinsdag eten we macaroni. En dan moet ik de rest even kijken, omdat de ouders van Ed er zijn. Weet ik ook niet wat dan het handigst is. Maar dan hebben we in ieder geval deze dagen. Ga ik nu even snel boodschappen doen. Dan ga ik zo meteen een kindje halen, daarna. Wij zijn weer thuis van het kinderfeestje. Ik heb niet gefilmd daar, want ja, kinderfeestje, allemaal andere mensen. Nu ben ik weer thuis. Ed is net weg, want hij is vanavond naar Ajax. En ik ben eten aan het maken, dat er ietsje anders uit gaat zien dan dat ik eigenlijk gepland had. Weet je wel, ik had natuurlijk die broccoli met bloemkool pasta. Maar ik ga de bloemkool er even uitlaten, want anders wordt het waarschijnlijk te veel voor mij alleen en een kindje een heel klein beetje. Want die hebben echt op de verjaardag super veel gesnoept en zo. Dus die gaan waarschijnlijk niet zo heel veel meer eten. Dus ik ga hem iets meer bezig maken. Maar wel lekker een pastje, want ik heb wel trek. Ik heb de kindje geïnstrueerd om buiten te gaan spelen. Ik ben benieuwd hoe lang ze dat volhouden. Ik sta op de uitkijk, zodat er niet iemand het zwembad in gaat. Ik kan jullie trouwens meteen wel de keuken laten zien. Die heb je waarschijnlijk al lang op Instagram voorbij zien komen. Maar goed, onder het mom van deel 2 van de house tour. Hier kijken we dus uit op de tuin, dus dat is heel erg leuk. Hier hebben we een kookeiland en hier hebben we de rest van de keuken. En dan komt er hier nog een houten plank en daar komen nog 2 zwarte plankjes. En dan moeten we het zeg maar aan gaan kleden. En we hebben 3 koffiezetapparaten, omdat we er nog niet over uit zijn welke we gaan gebruiken. Het was best wel een uitdaging hoor, met 3 kinderen weer op mijn verjaardag. De laatste tijd zijn er natuurlijk minder verjaardagen geweest door de corona. Maar wel gezellig of zo. Maar gewoon, ja, gewoon opletten. Gisteravond waren we eventjes ergens bij vrienden wat drinken. Omdat de kinderen natuurlijk niet thuis waren. En dan merk je dat, ja, dat is gewoon anders. Dan kun je even kletsen, zeg maar, zonder kindjes. Het is allebei altijd leuk, vind ik. Oké, het is misschien ietsje anders dan gepland. Maar het lijkt er wel enigszins op. Dit is het geworden. Lekker, hè? Let the avondroutine game begin. Ik ben even wat tassen aan het opruimen. Of tenminste, dat ga ik eigenlijk nu doen. Er zijn allemaal spullen erin die in de kasten gelegd moeten worden. De kindjes die zijn aan het spelen in Ramos' slaapkamer. Dus ik kan dat heel even gaan doen. En vanavond hebben Ramos en ik samen een gezellig avondje met z'n tweeën. Als de meiden zo op bed liggen, die doe ik iets vroeger naar bed. Want die zijn toch heel erg moe. Gaan we lekker samen douchen, koffietje op bed. Of tenminste voor hem dan natuurlijk niet. Maar
of tv kijken en dan mag hij gezellig bij mij slapen. Dus dat is altijd heel erg leuk, omdat Ed toch niet thuis is. Even gezellig een avondje met hem. Dit is zo erg. Ik heb dus weer het idee dat ik een gaslucht ruik. Alleen de kans dat het dus nu tussen mijn oren zit is, laten we zeggen, 80%. Maar ja, aan de andere kant, het kan natuurlijk wel zo zijn dat er nog ergens een lek zit. Ja, ik weet het niet. Echt, het is zo erg. Nu zit het dus helemaal in mijn hoofd. Heel irritant. Dat slijt natuurlijk wel op een gegeven moment, alleen nu nog niet. Ja, ik heb net weer met die Enexis gebeld. Omdat ik dus het idee heb dat het in de kantoorruimte nu nog naar gas ruikt. Dus en hij had me geadviseerd om weer de kraan dicht te draaien. Alle ramen open te zetten en alle deuren. Dus dat heb ik nu weer gedaan. En gewoon de kraan uit te laten staan vannacht. Zodat we zeker weten dat er niks kan gebeuren. En dan morgen weer alles aanzetten. Ik vind het zo kak. Omdat ik dus niet weet of het nu tussen mijn oren zit of ja, of toch niet. Goedemorgen. Die twee die lopen de hele ochtend achter elkaar aan. Ik ben lekker een smoothie aan het maken. Ed die mag uitslapen natuurlijk, want die is gisteren weg geweest. Banaan mango uit de vriezer. Ik heb hier een heel gezellig dingetje gemaakt op mijn nieuwe aanrecht. Met allemaal zaadjes en lekker nootjes en dat soort dingen allemaal. Deze ga ik erbij doen, chiazaadjes en havermout. En that's it. Oh, die twee die breken de boel af. En dan heb ik nog wat amandelmelk en spinazie. We hebben nu trouwens echt een hele lekkere grote koelkast. Daar ben ik zo blij mee. Zoveel beter dan eerst. Eerst hadden we best wel een kleine. Nu niet meer. Helemaal chill. Zijn jullie aan het doen? Te bellen. Jeetje, Mina. Daar gaan we. Hoe romantisch. Alsof wij op onze eerste date gingen, zodat je bij mij achterop. Zachtjes. Je gaat veel te hard. Ik ga 10 kilometer per uur. Nee, ik vind het heel eng. Nee, je gaat echt heel hard, ik meen het. Romantischer ga je het niet krijgen, hè, Mop? Nee. Wij zijn onderweg, zijn we naar een restaurantje, want we hebben vanavond date night, omdat het de laatste avond is van onze vakantie. En wij dachten dus, laten wij eens met de bakfiets gaan. Dus ik zit hier in een kinderzitje met heel mijn billen eroverheen. Ingeklemd in de bakfiets, zodat we samen een wijntje kunnen drinken. We hadden ook op twee fietsen kunnen gaan, maar goed. Wij dachten, dit is chill, deze stond voor de deur. Nou, proost schat. Op ons. We gaan lekker samen delen. Een risotto en een pizza. Dat was zo lekker, eventjes gezellig met z'n tweeën uit eten en de vakantie afsluiten. Het is inmiddels maandag, 3:15. Wij zijn alweer de hele dag aan het werk op ons nieuwe kantoor. Vanochtend was het wel eventjes wennen of zo, dat je dan ja, thuis gaat werken. Gewoon heel anders dan normaal. Maar ja, we zitten er gewoon lekker in en we doen gewoon ons ding, net als altijd. Dus ja, vooralsnog voelt het best wel goed. En ik dacht, voordat ik de vlog ga afsluiten, wil ik nog heel eventjes het kantoor laten zien, want die hebben jullie nog niet gezien. En de kamer van Ramos volgens mij ook niet, maar dat komt eventjes volgende week, want opa en oma zijn er met al hun spullen en zo daar, dus dat laten we dan nu even. En de woonkamer niet uitgebreid, maar dat komt omdat daar echt nog bijna niks af is en een bank moet nog komen. En nou, dat komt gewoon wel. In ieder geval hebben jullie nu wel echt een hele house tour gezien volgens mij. We gaan er maar lekker voor zitten. Daar is onze directeur, Ed. Op ons bureautje. Nou, hier zitten wij dus om te werken. En op zich is hier eigenlijk bijna alles wel af. Lampjes, alles. Behalve het feit dat ook hier weer even leuks aan de muur moet. En dat soort dingetjes. Dan kom je binnen in onze personal trainingruimte. Ook hier hetzelfde. Alles is mooi gestuukt en geschilderd. En ja, helemaal af. Nieuwe pui erin, et cetera. Alleen, ja, het moet nog wat gesteld worden. Hè? Dus dit moet nog opgehangen worden. Er moeten wat leuke plantjes en dingetjes. En gewoon dat moet afgemaakt worden. Maar ja, de PT begint volgende week pas.
Dus we hebben nog een week daarvoor om het helemaal te fixen. Ja, en dan hebben we ook boven nog een gedeelte, maar ook daar is nu iemand bezig, dus dat kan ik eigenlijk ook niet echt laten zien. En dat was het eigenlijk wel, dus ik ga lekker deze week vlog afsluiten. Dankjewel voor het kijken weer deze week en laat even een reactie achter. En ik zie jullie volgende week weer. Doei!